ik klein was, was het altijd mijn droom om ooit met een Belgisch vlagje op mijn maillot te kunnen turnen. Het is eigenlijk begonnen op heel jonge leeftijd. Ik ben begonnen op 2,5. Bij kleuterturnen. Doordat ik veel te veel energie had als klein kindje. En ja, mijn ouders zochten iets voor mij om te doen van sport. Eens als ik de leeftijd had om zo te beginnen bij de talentjes in Hasselt, hebben ze mij dan daarna doorverwezen. En daar is eigenlijk alles begonnen voor mij. Als ik aan wedstrijden meedeed, dan won ik wel vaak. Dus ik wist wel dat ik niet slecht was voor mijn leeftijd, zeg maar. Van daaruit hebben ze mij gevraagd of ik vanaf het zesde leerjaar wou beginnen in Gent, op topsport. Ja, het is natuurlijk wel een grote stap om hier te mogen beginnen, omdat ja, je hebt al die meisjes waar je al van jongs af aan naar opkijkt. En ineens traint je daarbij in dezelfde zaal. Je ziet hun bezig, je ziet wat ze allemaal kunnen. Je denkt van, oh, ik wil daar ook kunnen, ik wil daar ook staan waar zij nu staan. Ja, ik wist wel dat om dat te halen, dat ik hard ging moeten werken. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Maar vanaf toen heb ik wel zoiets gehad van, oké, hier valt wel iets in te bereiken. En ik wil hoger geraken en ik wil op het niveau komen waar dat die anderen staan. En ik wil ooit ook een Olympische medaille. Dus ik denk dat ik toen wel echt een klik in mijn hoofd heb gemaakt. En op de een of andere manier, op een andere manier, ben beginnen trainen en veeleisender zijn voor mezelf. En dat heeft mij denk ik wel gebracht tot waar ik nu sta. Ik denk dat topsporters vooral heel veel doorzettingsvermogen moeten hebben. Ik heb wel al eens een paar keer gehad dat ik echt iets had van oké, en nu heb ik er genoeg van en ik stop ermee en ik kom hier niet meer terug, want ik heb er geen zin meer in. Maar uiteindelijk doe je dat nooit. Voor mij WK's, dat was altijd iets, je deed daaraan mee en je zag anderen dat winnen. Gouden kans voor Nina Derwaal, hier komt ze. We houden de adem in. Wissel naar beneden. Ja, kijk die combinaties. Zijn we bijna de stut, gaan ze draaien. Nu goed naar handstand. Ja, knap. En dan kijk hoe hoog. Oh, ze staat. Oh. Ongelooflijk. Het is koud. Ja. Wat een mooie glimlach op het gezicht van Nina Derwaal. Dat voelde zo raar om te denken van, nu heb ik het WK gewonnen. Dat voelde voor mij niet als een WK op dat moment. En ja, natuurlijk, nu later is dat wel al zo ja, echt geworden. Maar toch, op dat moment moest ik echt precies nog wakker worden uit een droom of zo. Ergens in mezelf weet ik dat ik nog niet bereikt heb wat ik wil bereiken. En weet ik dat er nog altijd iets is waar ik naar op zoek ben. Het doel blijft nog altijd een Olympische medaille. Daar zijn we nu hard voor aan het werken. Ik ben Nina Derwaal. Artistieke gymnast. Wereldkampioen. Doorzetter.